liggen hier nu in de sluis. En dat water komt echt een hele grote bak tegelijk naar binnen. Het stroomt echt hard naar binnen, het valt nu mee. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, ik ben Jerre. En we staan vandaag weer op het punt om te vertrekken, om weer te gaan varen. We liggen nu ongeveer bij Gouda en het plan is om vandaag naar IJsselmonde te varen, waar we op één weg van deze vakantie ook geweest zijn. Deze keer komt er een andere kennis heen waar we mee afgesproken hebben, dus ja, daar gaan we heen varen. Ik zal een kaartje erin zetten, hier of helemaal in beeld, dat moet ik nog even zien, maar daarop kun je dan zien wat we dus vandaag gaan varen. Maar goed, voor nu, laten we even losgooien en verder die kant op varen. Nou, we zijn los, we gaan nu die kant op varen. En dan, ik laat jullie weten als er interessante dingen gebeuren. Nou, we komen nu bij een sluisje aan. Het gaat nu net een beetje regenen, de lucht is ook wel grijs. Dus ik ga het nu niet in de sluis filmen. Ik kan het natuurlijk weer met die GoPro doen zoals ik in het begin van de vakantie ook eens een keer deed. Maar als die hier in de sluis op mijn mond valt, ben ik echt een pineut. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Maar goed, we gaan dus even door de sluis. En als het stopt met regenen, kan ik wel wat filmen en anders niet. We liggen hier nu in de sluis. En dat water komt echt een hele grote bak tegelijk naar binnen. Het stroomt echt hard naar binnen. Het valt nu mee. Het ging net nog harder, want we zijn nu al bijna boven weer. Die lijn even vasthouden. Ik kon even niet op tijd mijn camera pakken, dus ik doe het nu met de telefoon. Maar ja. Ja, nu is het wel weer bijna klaar. En dan gaan we de sluis door. Het ging heel hard hier. Het was echt wel een ruim verschil van ruim 1,5 meter of zo van de hoogte in water. En nog geen 5 minuten was het weer helemaal naar boven. Het ging echt heel snel. Echt met bakken water kwam het naar binnen. Ik heb wel een stukje gefilmd, maar dat was toen het alweer wat minder werd. Maar ja, dat ging echt heel hard. Die zeilboot daar is trouwens het bootje wat we gisteren hebben gesleept, die motorproblemen had. Dat hebben ze opgelost, gelukkig. Maar dat is wel grappig dat we die nu dus alweer tegenkomen. En als je die video niet gezien hebt, dat was gesleept, die staat daar een tientje nu. Nou, we komen nu hier bij deze brug aan en daarna zit ook ergens een sluis als het goed is. Maar ja, zoals je ziet, het regent een beetje, er zit zelfs een druppel op de lens inmiddels. Dus dan ga ik denk ik niet filmen. Nou, het plan is een beetje gewijzigd. We gaan niet naar IJsselmonde, maar naar Dordrecht, heb ik begrepen. Ik heb de halve dag binnen gezeten omdat het nog steeds regent eigenlijk. Dus ik heb niet alles meegekregen, maar we zijn nu dus in Dordrecht. Hier ergens is een avondje en dan gaan we ze aanleggen. Het regent nog steeds, dus ik kom weer bij jullie terug. Als het of regent of als ik de video ga afsluiten. De haven is trouwens aan deze kant van het water, niet aan die kant, maar hier. Maar goed, dat maakt voor jullie toch weinig uit eigenlijk. Nou ja, misschien wel, maar nou ja, laat het maar. Oké, hier dit haventje in Dordrecht wordt het dus niet. Die is schijnbaar al vol. Dus nu moeten we zoeken naar een ander plekje. Dan moet ik nog even zoeken, zoals ik al zei. Dus ja, dat kan. Nou, we hebben een andere haven gevonden. Ik weet even niet precies hoe het daar heet, maar ik zal wel een kaartje erin zetten met waar we dus heen gaan nu. En dan, ja, daar gaan we dus heen varen. Dan zijn we eigenlijk alweer relatief dicht bij onze thuishaven. Dus misschien komen we nu wel een paar dagen eerder dan gepland weer thuis. Dat zou op zich een voordeel zijn. Want met dit weer is het nou niet per se lekker varen of zo. Dan is het een beetje regen, grijze wolken. Dus ja. Nou ja, we gaan dus vanavond nog even een stukje doorvaren. Dan wordt het best wel laat eigenlijk weer. Maar ja. Dan hebben we wel eindelijk een lichtplekje. Nou, hier is het haventje dan eindelijk hoor. Het is inmiddels 8:30, dus het werd al tijd ook. Dan daar ergens het hoekje om en dan het haventje in. En dan kunnen we er eindelijk mee stoppen voor deze dag. En er zou nog iemand langskomen ergens toen we
of in IJsselmonde of in Dordrecht, maar dat gaat ook maar niet meer gebeuren, want ja, het is al heel laat en we zijn een stuk verder gevaren dan de bedoeling was, maar ja, hier stoppen we dus ongeveer. Nou, we zijn inmiddels dus aangelegd, we liggen in Moerdijk. En ja, het is inmiddels al weer een stuk later zoals je ziet, het is helemaal donker, het zal 9:30 zijn of misschien al later. We hebben nog even gedoucht en ja, nu sta ik hier op de steiger bij deze lantaarnpaalachtig iets die op de steiger staat. Zodat jullie tenminste mijn hoofd nog een beetje kunnen zien. Maar dan ga ik hierbij de video even afsluiten. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En zie ik jullie morgen weer bij de volgende video. Yo!